Ouders moeten aandacht schenken aan het spreken van hun kinderen. Dat is dit jaar het thema van Wereldstotterdag. Wereldstotterdag wordt jaarlijks op 22 oktober herdacht. Gracia Nelson, logopedist van het Sint Vincentius Ziekenhuis, is blij dat veel kinderen met een stotterprobleem haar praktijk bezoeken. Want hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat het stotteren verdwijnt. Het blijkt ook dat therapie de kans vergroot op het verdwijnen. Dus je moet er heel vroeg bij zijn. En natuurlijk, volwassenen die help ik ook wel. En bij hun is de focus van de therapie natuurlijk een stuk anders. Daar kijken we naar de stotterervaring die ze hebben opgedaan. En eigenlijk al de negatieve effecten van de stotterervaring. Daar werken we eerst aan. En pas op het eind, als we de stotterervaring goed in kaart hebben gebracht, ze goed hun stotterprobleem kunnen identificeren, dan gaan wij uiteindelijk naar het punt van spreektechnieken. Het verdwijnen van het stotteren bij kinderen heeft vooral te maken met het rijpingsproces, zegt Nelson. Hoewel het stotteren bij volwassenen moeilijk te verhelpen is, bemoedigt Nelson ook volwassenen om stottertherapie te bezoeken. Zij zegt dat mensen hun eigen competenties niet moeten beperken om het stotteren, maar dat ze gewoon moeten doen waarin ze zin hebben.